We werden om, nou, ik weet niet, 2:30 s'nachts of zo wakker door een keiharde knal. Ik dacht dat er twee auto's op elkaar reden. Maar het bleek dat die auto tegen die container daar heel hard aangereden was. En daarna twee auto's achter elkaar die echt, geen idee, maar het leek met 70 km per uur of zo door dit kleine straatje ramden en van alles hebben geramd. Ja, en deze vrouw was niet de enige die rechtop in bed zat. Een 18-jarige man die in een gestolen auto reed, heeft in de buurt van de Valeriusstraat een ravage aangericht. Collega's zien een Range Rover rijden waarvan een ruit kapot is. Nou, dat vonden ze wel interessant om dat te controleren. Maar voordat ze daaraan toekwamen, gaf die bestuurder al gas en ging hij met hoge snelheid vandoor. Dus dan wordt de achtervolging ingezet? Ja, maar doordat die bestuurder zo hard wegrijdt, raakt hij waarschijnlijk toch een beetje de controle over zijn auto kwijt. En ramt meerdere auto's op die Valeriusstraat. Tijdens zijn vlucht rijdt hij zelfs een fietser aan. Ja, die fietser is wonder bij wonder licht gewond geraakt. Hij had last van zijn heup. Zijn fiets kon niet meer rijden, want allebei die wielen waren vervormd. En hij zou zich vandaag melden bij zijn huisarts. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De dader knalt uiteindelijk op de Amstelveense weg tegen een hek aan. Hij rent nog de Vaartstraat in, maar wordt daar aangehouden. In totaal zijn er 7 auto's geraakt. Helaas ook die van ons, die stond net na een vluchtheuvel. Dus daar is hij kennelijk door die harde vaart meteen naar rechts geslagen. En die hele motorkap was, ik weet niet, ingedeukt. Een hele bumper lag eraf, nummerbord. Dus de auto is weggesleept. Op de lichtbeschadigde auto's hebben we een briefje geplakt, zodat de eigenaren in contact kunnen komen met ons. En we missen nog één eigenaar van een Britse BMW. Dus die mag zich nog bij ons melden. Er worden nog getuigen gezocht die kunnen contact opnemen met de politie.